Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 8 uur, ik ben al lekker wakker, we hebben heerlijk geslapen. En we zijn dus op vakantie in Zwitserland met z'n drieën en vandaag gaan we lekker meteen naar het strandje. Het is 2 dagen 28 graden en dat is echt heel warm voor Zwitserland. Dus heel veel zin in, ik ben vast lekker een beetje ontbijt aan het maken. En we gaan straks even lekker langs de winkel rijden, want gisteren waren de supermarkten dicht, dus we waren even bij het tankstation geweest. Lekker dingetjes halen en de hele dag aan het lagen met Jore liggen. Dit is de view. Heerlijke dag. Love, sweet love. Hey, niet heel veel schuim, hè? Wat een goede uitzicht als je wakker wordt. Deze bikini lijkt ik nu al bruin, terwijl we nog niet eens naar het strand zijn geweest. Ik ga even met de M-spullen aan jullie nu laten zien en dan gaan we Stasje nog even aan het klaarmaken. Dit is haar. Kijk, nu hoor je dus die helikopter. Die gaan dus boodschappen hier naar boven brengen. Volgens mij 3 doosjes matcha sticks en ook 3 potjes. Hier hadden ze nog maar 3 van, ik dacht ik haal gewoon veel. Deo. Dit is een drankje met haver en banaan. Deze had ik vorige keer ook, die was heel zoet, maar was echt wel lekker als soort cocktailtje. Matcha, 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 matcha. Nog een deo, ik was wel gewoon benieuwd of die goed zijn. En nog een drankje met choco en amandelmelk. Matcha, 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 matcha. Deze had ik vorige keer ook. En een string, oké. Lekker. En nog een tasje. Matcha, 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 matcha. Deze moest ik kopen. Hij was dus al 4 euro wat duur voor de DM. Maar het is watermeloen met mint. Echt geweldig. Oh, deze is wel leeg. Deze had ik vorige keer in zilver voor mijn bonusdochter gekocht. En ik heb ik zelf met echt zilver met een laagje goud. Dit kost dus 6 euro. Die is er heerlijk van eigen merk. Een soort van scrubje. Dat is zo lekker als je naar het strand gaat en naar het strand bent geweest. En nog meer van die watermeloen, maar dan deze. En ik weet dus niet of ze kleurtjes hebben. Maar daar gaan we achter komen. Nog een drankje. Ziet er ook heel interessant uit. Ingwer. Deze heb ik voor mijn bonusdochter. Lekker douchegelletje. Mijn schoonmoeder wilde er ook. Deze ook. Kijken. Volgens mij heb ik het ook voor mezelf gekocht. Deze denk ik. Volgens mij is Alverde niet helemaal natuurlijk. Maar ik was wel benieuwd. En deze is ook nog voor mijn schoonmoeder. En ik heb deze nog. Het is allemaal 70, 80 cent. En mijn mascara is volgens mij bijna op. Dus ik heb voor de zekerheid even deze gehaald. Maar ik weet niet of die nou waterproof is. Geen idee. Maar dit was het. En nu gaan wij lekker naar koelboxje gaan maken en naar het strand. Eerst even lekker wat eten halen van het strand. Bij de supermarkt. Ik heb dus weer deze mee uit Nederland. En dus de matcha van de DM. Ik heb 3 zakjes erin zitten. Maar het is inderdaad echt lekker. Dus als je een keer naar de DM gaat, is het een tip. Want het is veel goedkoper ook. Oké, als je dit ziet, comment even in de reacties de naam van deze bus. Nu ben ik benieuwd of ik heel veel comments ga krijgen. Dat lijkt me grappig. La la la. Mag ik de boodschappentas? Kijk, nu gaat hij dus zeggen, heeft u er 2? Nee, ik heb er 1. Zie je? Grappig, hè? Funny. Oké, als jij die kant ophoudt. This is fun. Oh, dit broodje. Je zult van een pretzel met keuze. Sweet pastry is dit. Buns croissant. Ik weet nog niet meer waar ik deze had gekocht. Waarschijnlijk heb ik het in mijn vlog gezegd. Maar kijk, dat is dus heel slim bedacht. Je rolt hem zo op. Hier leg je hoofd op, daar je voeten, ligt je lijf in het water. Maar heb je toch een soort van luchtbedje. We hebben balletjes en dingen. En dit zijn van die waterballonnen, maar dan in balvorm. En dit. En we hebben allemaal snackies. En we zijn dus weer hier waar ik ook was. Heerlijk. Ik denk dat we zeker een uur hebben gezwommen. Helemaal daar ergens naar een vlot. Oh, die had ik er al uitgepakt. Ik neem lekker weer deze. Watermeloen. Niet watermeloen drank, maar de watermeloen bak. Lekker. En ik heb dus de flessen gisteravond in de vriezer gelegd. Er zit ijs en water in, dus dat is echt super koud. En deze hebben we ook. Boodschappen. Wat? Tijd voor boodschappen. Heerlijk om even hier. Nou, we moeten even de auto uitruimen. Maar we zijn nog even lekker hier een beetje aan het chillen. Dit is allemaal naast ons huis, hè? En hier zijn we nog lekker een beetje water uit de beek aan het drinken. Zo lekker. Ik zie mijn beachy hair. Jij mij vloggen? Als ik buk zie je wel mijn binnenmaat, want het is mijn bikini. Mm. So soft.
so refreshing. Nothing tastes better like Swiss water. Kijk nou hoe lekker. Gewoon simpel, salade, pasta pesto. Helemaal heerlijk, lekker buiten. Uitzichtje. Oh, hij gaat weg. Zo, kijk maar recht aan. Ja, kijk je recht aan. Maar nu is hij weg. Mag ik dit lekkere kontje alsjeblieft in mijn vlog? Hallo, ik heb weer een nieuwe bikini gisteren bij de sale H&M hier gekocht. Het duurt altijd wat langer om de dag op start voordat we weg kunnen, want natuurlijk met z'n drie zijn het altijd langer. Maar we gaan nu weg, het is bijna 11 uur en we gaan lekker naar het strandje waar ik vorige keer als eerste was. Net bij Italië. En als we nog zin hebben, gaan we aan het eind van de dag nog eventjes een kwartiertje doorrijden naar Italië, misschien wat eten. En ja, yeah, let's go. Oep, oep, ben alweer lekker bruin. Dat komt ook door de kleur. So, we zijn op het strandje waar ik vorige keer als eerste was. Alleen toen lag ik daar helemaal achter, privé strandje. Maar hier is het wat leuker voor kinderen. Dus een vlot, lekker bankje. Ik heb echt 2 uur gezwommen of zo. En nu ga ik even ontbijten. Oké, wat heb ik vandaag allemaal in onze koelbox gestopt? Oh ja, lekker. Ik denk dat ik even lekker een yoghurtje. Maar ik weet niet of ik een lepel heb. Ja, wel. Een yoghurtje. Ik heb nootjes. Maar die horen niet in de koelbox. We hebben broodjes. Yoghurtje. Koffietjes hadden niet team zonder suiker helaas. Deze heeft 2% fruitsuiker. Ik heb lekker blokjes kaas. Super koud. Estate. Kipfilet. Lekker koud water. Druiven. En oh ja, de bak met meloen is open gegaan. Dat is niet zo mooi. Wow. Kijk, dit portemonneetje had ik gisteren voor 5 frank bij de H&M gekocht. Ik heb het altijd zo'n klein portemonneetje. Maar die ik had was van mijn webshop, die was echt 5 jaar oud of zo. Dus ik dacht, ik ga een keer een nieuwe kopen. We wilden dus uit eten gaan in Italië vandaag, maar het is zo heet dat we besloten om lekker naar huis te gaan. En we zagen hier dus op weg naar huis Gelaterio of zo staan. Dus we gingen even naar binnen, maar ik was mijn camera vergeten. En daar hadden ze dus zelf gemaakt ijs en kaas en vlees. Dus we hebben allemaal lekker ijsje genomen. Maar het is dan dus 3,50 frank voor 1 bol. Alleen een bol is gewoon echt zo groot als 2,5 bol in Nederland. Dus dat was wel heel veel wat je kreeg. Ja, het was dus hier. Maar je ziet niks. Ik ga voor het eerst even in de loggia zitten, heerlijk. Dan gaan we even een wasje erin gooien. En ondertussen lekker hier een beetje free snacken, borrelen. We hebben steeds niet gedaan omdat het een beetje te laat was eigenlijk daarvoor. Maar gaan we lekker borrelen, dan rustig koken. En dan heerlijk met deze view. Heerlijk. Als het goed is liggen er nog 2 wasmiddeltjes van mij. Okay, jongens, het is avond en we zitten lekker buiten. En ik ga jullie eventjes laten zien hoe ik mijn Doenails spreider. Want daar had ik best wel veel vragen over gekregen. En ik heb nu dus weer een samenwerking met Doenails. En in de tussentijd heb ik echt continu hun nagel dip powders gedragen. Het zit er nu 2,5 weken ongeveer op. En ik heb zin om ze af te halen. En ik heb dus een nieuwe remover set. Die heb ik nu 1 keer eerder gebruikt. En het is heel makkelijk. Je vult dit met warm water uit de kraan. En dan zal ik jullie even laten zien hoe het werkt. Oké, dan doe je de dipping powder remover een beetje op de watjes, zodat het gewoon voldoende erop zit. En dan ga je gewoon 10 minuutjes ongeveer dit zo erin doen. En dan zorg ik ervoor dat het nagel echt goed tegen het watje aan zit. Door die warmte gaat het sneller. Kijk, gewoon zo en dan kan je af en toe een klein beetje wrijven. Ondertussen kan je gewoon doen waar je zin in hebt. Tadaa! Super simpel. Deze manier is echt zo makkelijk. En op het laatste doe je gewoon nog een beetje zo. En dan trek je zo alles eraf. Meestal is het afhalen heel veel gedoe. Maar dit maakt het echt heel makkelijk. Dus very happy hiermee. Ik weet niet of je dit een beetje kan zien op een camera. Wow. Wow. Zo, die. Ik vind het vooral vet dat je zo die lijnen zo ziet. En dat het dan daartussen zit. Dat vind ik mooi. Dat heb ik volgens mij toen in Italië gekocht. Maar kijk wat een prachtig label dat is. Het is niet heel bijzonder hoor. Het is gewoon een lekker wijntje. Maar... zo mooi. Kijk dit, die ladder met die maan. Prachtig. Jongens, dit is zo cool. Oh, jullie zien mij niet. Maar de storm, het draait dus. En het is nu bij ons. Kijk. Het begint keihard te waaien. Het koelt helemaal af. Het begint hier nu helemaal te regenen. Je ziet niks. Mijn voeten worden hier dus nu nat op het balkon. En je moet... ik mocht er dus niet meer deze rand aanraken, want het onweer kan inslaan hier. Oh my god, dit is zo vet. Het is zo sfeervol.
We staan hier zo veilig op ons balkonnetje. Ik wil het laten zien, maar je ziet natuurlijk helemaal niks. Hier zitten wij dan. In de regen. Nou, het is echt zo cool. Het lijkt alsof we in een film zitten. Helemaal. Vandaag gaan wij lekker roadtrip naar Italië doen. Wat ik toen ook had gedaan. Dus lekker langs het water met de auto. En dan allemaal lekker langs restaurantjes en watertjes en zo. We gaan nu even in het kerkje kijken. Want steeds als we thuis komen is hij al dicht. Dit is dus de kerk. Heel klein. Ik ga hier denk ik nog een kaarsje branden voor mijn oma. 1 frank kost het. Dat heb ik. Roadtrip stop nummer 1. 10 minuten van ons huis. Ik weet niet of we nou nog in Margosia zijn. Maar we waren benieuwd of hier de school is. Wat is dit? Is het een kerk? Kerk. Ja, weer een kerk. Wow. Geen school. Maar wel een mooie kerk. En niemand heeft nog een kaars. Hey, bijbels liggen er zelfs. Wow. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Vet. Maar waarom zit hier naast dan een speeltuintje? Kan je hier eruit? Nee. Kijk de stam van deze boom. Is hij ziek of hoort dat? Ik weet het niet. Ik moet trouwens mijn nagels nog doen, maar gisteren was er dus ziek onweer. Want ik heb geprobeerd te filmen en regen. Vanochtend was er ook nog regen. En nu is het dus een koele dag. En dat is de perfecte dag voor een roadtrip. Dus we gaan net, als ik ook een beetje deed, overal stoppen wat we willen. Dus ik zal ook wat leuke dingen voor aan jullie laten zien. En kijk, hier kan je een boek lenen. Ik denk als je hem ook neerzet. Ik ben niet zo goed in Italiaans. En ik ben dus heel benieuwd. We zijn nu dus bij San Bernardo. Ja, dit is gewoon het plaatsje onder ons. We zijn na 10 minuten aan het rijden. Maar dit is dus de dichtstbijzijnde supermarkt die wij hebben. En ik ben altijd al benieuwd, maar ik ben al nooit gaan kijken. En het is ook leuk om hier een keer te eten. Maar ze hebben nu denk ik siesta, want het is 11:45. Ja, zie je? Ze zijn open van 7:30 tot 11:45 en dan van 2:30 tot 5. Ik heb een nieuwe jurk aan trouwens. Het lijkt er wel een beetje op pyjama, maar hij is wel leuk. Maar wat hebben ze hier allemaal? Red Bull. Als ik iets niet verwacht, hier zit Red Bull. Ik zie kazen. Kan je dus wel hier iets halen als het nodig is. Maar hij is dan alleen dicht op Domenica. Is dat zondag? Domenica. Daar is de postbode. Die rust hier, heerlijk. En dit restaurant bijvoorbeeld, ben ik volgens mij ook nog nooit geweest. Ook leuk. Als we een kleine kaart hebben, is het meestal goed. En dan gaan we nu weer lekker de auto in. Hij is dicht, want ze hebben siesta hebben ze. Jongens, ik weet niet of ik dit kasteel vorige keer had gefilmd. Volgens mij niet, maar kijk, hier ligt midden in het water een kasteel. Ik vind dat zo bijzonder. Volgens mij kan je hem niet bezoeken. Maar ze zijn dus wel aan het werk, want ik zie een hijskraan. Daar wil ik heel graag heen. Oké, hier ben ik vorige keer niet geweest, maar we rijden nu helemaal naar beneden. We zijn nu bij, wat was het stadje nou? Ik ben het alweer vergeten. Even kijken of we hier een leuk restaurantje kunnen vinden. We zijn bij Canero. Kijk hoe vet dat je gewoon zo, alsof je zo de zee of het meer in rijdt. Super cool. Geen idee of je hier kan parkeren, maar wel cool. Ik vind het leuk dat ik weer ergens ben waar ik nog nooit eerder ben geweest. Want we doen maar wat. We hebben een parkeerplaats gevonden. Hey, hier kan je. Hier is een soort restaurantje. We gaan nu een trap af. En dan komen we bij het water uit. Dit is wel leuker dan, ik weet niet of je mijn vlog hebt gezien, maar dat ik in mijn eentje ergens op een random plekje ging eten. Dat was net een beetje saai voor met z'n drieën. Dus dit is wel wat leuker. We liepen net deze trap af. Woehoe. Deze schoen had ik dus gekocht omdat allebei mijn slippers stuk waren gegaan. Oh ja, we zijn echt op een mooie plek. Kijk. En blij dat het niet zo warm is. Dit is de ijssalon die ik net zei. Wij wilden dus daar parkeren. We zijn er. En dan nu moeten we nog de dam zoeken. Dat gaan jullie super vet vinden. Ik zag een soort hele enge brug over allemaal watervallen en zo. We zijn dus gaan zitten, want ik zag spaghettiborden. Die echt zo groot waren met vis en de lekkerste pizza's. Ik heb het expres niet ontbeten, omdat ik hoopte dat we en voor de lunch en voor het avondeten lekker uit eten konden. Ik denk dus dat het heel goed is. Gedekt? Dat ze voor je dekken. Ik denk dat ze voor je dekken dat ze er 1,50 voor vragen.
de tafel dekken? Ik weet niet. Ik zal even de menukaart filmen, want dat vinden jullie altijd leuk om te zien. Het staat er in het Italiaans, in het Duits en in het Engels. Oh, heerlijk, heerlijk. Zoveel zin in. Lekker! 1/4 karafje. De prijzen zijn hier ook echt een stuk leuker. Het ziet er heerlijk uit. Wat ik zie is dat er wel heel veel kaas op zit voor een Italiaanse pizza. Maar verder ziet het er echt super lekker uit. Dit is met hot salami. Zo. Ja, voor een Italiaanse pizza heeft het veel cheese. Dat wel. Mozzarella, buffelmozzarella, tomaat en basilicum. Mooie achtergrond. Eerste hapje. First bite. Veel kaas, maar wel heel lekker. Okay, we vonden de pizza heel lekker. Het enige is dat ze er veel te veel kaas op doen. Gewoon echt veel te veel, maar verder. Hij was lekker stevig, de korst was goed. Verder vond ik het wel toppie. Maar dit is niet nodig. Maar ik zag ook dat ze een pizza hadden zonder mozzarella. Dus die had ik dan in het vervolg moeten kiezen. Kijk, dit is dus de bon. Wij water 3 euro, biertje 3,50. Dan moeten we allemaal 1,50 betalen voor tafeldekken. Nee, ik denk dat het gewoon de fooi is. Die zit erin. Twee keer mijntje van 5 euro, pizza's. Nou, super primaatjes. We zitten nu echt op een super mooie spot. Kijk, op deze zijdeberg. En dan bij je voeten zit het water. Hoe zen is dit? Zen. Lekker zen. Moet stenen bewaren. Oh my god, dit is zo mooi. Dit doet me denken aan vroeger. Kijk, in Frankrijk gingen we altijd met mijn opa en oma hierin, zeg maar. Niet hier, maar in zo'n, ja, noem je het, watervalbeekje. En dan gingen we een hele brug met stenen bouwen, dat we over de brug heen konden. Oh ja, daar kan je erin. Wow. Een beerdopje. Dat is onze dam. Ze komen onze dam bewonderen. Hi! Een poesiesteen. Ik wilde dus naar dat plekje in Verbania waar ik die super lekkere cocktail had. En dat super lekkere lactosevrije koffie. Maar we konden gewoon geen plek vinden. Dus we skippen het. En nu zijn we in de Esselunga. En ik ben de enige die van boodschappen doen houdt. Maar ja. Dit is zo cute. Maar ik wil het niet. Papaya. Dit zijn de lekkerste avocados trouwens. Misschien wil ik deze wel. Die langwerpige groene zijn echt geweldig lekker. Nom nom nom. Het moet lange dunne. Want hier is de pit heel dik. Lange. Taste test. We zijn lekker bij de Esselunga geweest. En nu gaan we weer terug naar de pizzeria waar ik ook toen ben geweest. Op weg naar huis. Even deze proberen. Nou zeg je echt de hele tutti frutti. Het enige wat ik kan met dit jaar. Deze is uit de DM trouwens. Er zit cafeïne in. Cheers. Zie jullie dat in Italië, als mannen bijvoorbeeld hun vriendin een bosje bloemen geven, dat ze dan dit geven? Grapje! Nee, maar je kan dus hier, en het was goedkoper dan een plant in Nederland. Zo'n mooie bosbasilicum zonder die irritante pot. Vind ik echt leuk, en prachtige blaadjes. Ja, ja, we zijn weer in Olivier's favoriete restaurantje. Wordt er toch nog een keer pizza vandaag? Zij zijn helemaal verliefd.
liever uit elkaar aan het staan. Limoncello spritz. Toch ook een beachy hair. Dit vind jij heel lekker, denk ik. We hebben een pizza om te delen met truffel, maar hij is ook zonder tomatensaus. Ziet er echt lekker uit. Taste test. Rauwe ham, truffel, parmezaan. Ten. Heel lekker, ja. Nog meer toucher, hier hebben we melanzana. Is dat aubergine met tomaten zo? Melanzana taste. Apart. Ook lekker. Ja. Niet een 10 of zo, maar wel lekker. Wat dus heel slim is in Italië en in heel veel landen hier, dan doen ze dus bijvoorbeeld één bolletje kost 2,50. Maar dan bijvoorbeeld 2 bolletjes is €3. En 3 bolletjes is dan €4. Dat is eigenlijk heel raar. Maar in ieder geval, we hebben gewoon lekker met z'n allen één bakje genomen, want we werden getrakteerd. En dan was het €4 in plaats van 7,50. En dan gaan we gezellig met z'n allen uit een bakje eten. Pistache, koffie, koffie croc en melone. En we zitten weer op zo'n prachtige plek. Je ziet niks, maar jongens, we zijn weer thuis. Maar wat wij hier allemaal zien, is zo niet normaal. We kwamen aan, het was al bijna een beetje donker. Het begon keihard te regenen. Ik vond het zo cool. Nu is er weer een soort onweer, wat minder. Dus ook minder bewolking dan gisteren. Maar wij zien lichtshows. Gewoon de lucht is af en toe, ja, net als ik natuurlijk niet film. Gewoon dit is al niet eens meer bijzonder van wat hier allemaal gebeurt. De hele lucht wordt helemaal paars. Met allemaal echt hoe jij als kind een bliksemschicht tekent. Gewoon in deze hele lucht. Maar het gebeurt 1 keer in de 5 minuten. Natuurlijk net niet als ik film, maar het is zo bijzonder. Ik zit hier gewoon in een eentje dat ik hier steeds zit Netflix te kijken. Maar nu zitten we hier gewoon op een stoeltje naar de natuur te kijken. Omdat het zo bijzonder is. Kijk of ik het voor jullie kan filmen. Ik heb het wel al voor mijn Insta. Een beetje. Wow. Ook vet. Vooral die echte bliksem die je ziet, die strepen, vind ik heel bijzonder. Dat is gewoon hoe kleine kinderen tekenen. Zo ziet dit er echt uit. Er zit. Wauw. Ah, ik heb het. Ik heb het. Yay. Nu kan ik gewoon genieten en stoppen met filmen. Maar elke keer denk je van, ik wil toch nog doorfilmen. We gaan weer naar de beach. Dat is echt perfect. Dagje, 2 dagen strand, dagje iets anders doen, 2 dagen strand. Nou ja, we wisten niet of het vandaag weer heel mooi weer zou worden, maar het is weer heel mooi weer. En we wilden wat eerder weg, maar z'n drieën duurt alles gewoon langer. Want we zijn echt alleen al een half uur bezig om de coolbox voor te bereiden, weet je wel, met al het eten. We doen echt allemaal 5 minuten of zo voor aankleden, dus dat is het niet. Maar ook het huis natuurlijk schoonhouden. Gewoon alles gaat heel veel tijd in zitten, dus het is nu weer 10:30. Ik pik ze nu even op bij de watertap. Dus we zijn er, dus 40 minuutjes rijden weer naar het strandje. Dus om 11:30 liggen we op het strand of zo. Echt bizar, terwijl we 8 uur opstaan. Maar ja, we zijn ook wel gewoon lekker aan het chillen hoor. Oh, Zwitserland is zo netjes. Zelfs als je denkt dat het echt een crappy wc. Heb je gewoon helemaal schoonmaakschema, zeep, zeepkuur, helemaal schoon. We zijn dus op een nieuw strandje. Nou ja, we komen net aan, maar ik moest ziek nodig plassen. Dit is een strandje 10 minuten voor het strandje waar we vorige keer waren. En ja, ongeveer 8 minuten na het eerste strandje. Maar het eerste strandje had zoveel zeewier. En daar betaal je toch €17 met z'n drieën. Alleen hier kan ik me niet voorstellen dat we hier mogen parkeren eigenlijk. Ik heb zin dat het misschien een soort van privé parkeerplaats is. Ik zie namelijk nergens informatie. Ik vraag me dus af of er nog een ander zonder het gras is. Want het is gewoon hier ook lekker heel dichtbij parkeren. Nog geen €5. Dan zie ik veel bomen om lekker te chillen. Dan denk ik, waarom gaan mijn ouders hier dan niet naartoe? Ja. Dan zie ik chill. Kijk hoe relaxed het hier is. We hebben echt een mega spot, want niemand ligt hier. Dus je kan lekker veel ruimte gebruiken. Dit hebben we net gekocht, want H had de duikbril laten zinken.
Maar dat was een heel oud brilletje van mijn bonusdochter, dus op zich niet erg. Deze is dan voor mij een H, deze is voor haar. Of deze kan ze ook gebruiken. Maar dit is lekker met een neusje erop. En de prijs valt ook nogal mee. Dus super blij mee. En het koelboxje staat er weer lekker met gezonde snackies. En ik heb dus ontdekt dat ik 's ochtends natuurlijk altijd alleen ben. En daarom heel goed niet kan ontbijten. Maar ik heb dus ontdekt hier, samen met haar, dat ik eigenlijk ook net als hij en mijn bonusdochter gewoon moet ontbijten 's ochtends. Omdat ik anders shaggy ben. Tenminste niet mijn vrolijke zelf. Dus hij zei, ga jij maar even ontbijten. Wij gaan vast het water in. Dus wat hebben we allemaal bij ons? We hebben lekker... Ik heb tegengekookt eitjes, druiven, pruimen hebben we. Komkommer, paprika. Ik heb lekker weer dit gehaald. En hij heeft lekker een biertje. En we hebben yoghurt. Hé, hey, Nederlanders. Allemaal lekkere meloen. Ik heb het vandaag even in zakjes gedaan. Want, oh, broodjes. Precies naast ons Nederlanders. Ja, ik heb het even in bakjes gedaan. Dat is wat slechter voor het milieu, maar ik zakjes. Maar ik werd helemaal gek dat ik thuis steeds al die vieze bakken had. Dit is mijn yoghurtje. Super lekker. Dit nog mee. Hier is echt zo'n vader met een dochter. Net als mijn vriend met zijn dochter. Vet cute. Die kunnen ze wel lekker spelen. En we hebben nog dit. En dat was het eigenlijk. Ik kan een truc. Leg ik tegen mijn hoofd. Zag je dat? Het rode knopje is de camera. Ha, ben je nu aan het filmen? Huh? Hmm. Weer mooi weer, hè? Ik heb echt zulke mooie... We zijn deze stenen aan het zoeken, maar ik heb echt hele bijzondere stenen, want je hebt hier dus ook groene. Maar mijn allerbijzonderste steen is deze. Pisa. Dit is droog, hè? Hoe mooi. Want sommige stenen zijn alleen mooi als ze nat zijn. Bijvoorbeeld dit is nu niet echt mooi. Maar als hij nat is, ik hem wel weer. Nee, zie je het niet, maar in ieder geval... Dit is mijn verzameling. Ga ik nog even uitzoeken. Ik ga niet alles meenemen, maar... Superleuk. En nu gaan we weer even lekker zwemmen. Maar je kan hier echt superleuk. Kan je hier stenen zoeken en zo. Wij zijn weer thuis en we gaan vandaag lekker barbecuen. Dus haast de barbecue aan het voorbereiden. Dingen is lekker aan het douchen. En ik ga lekker salade gaan maken. Zo hebben we heerlijk allemaal even een dingetje. Dan gaan we straks lekker gezellig in de loggia zitten. Zo zit veel zin in. Ik doe nog een klein borreltje erbij. Mozzarella. Wat is super leuk is, wat we hebben gekocht is, ik ken dit dus, uit de tuin van mijn opa en oma in Zuid-Frankrijk. Daar hadden we dus amandelboom. En dit kon je dus voor 2 euro of zo kopen in Italië. Ik ben zo benieuwd. Laten we even kijken. Ik weet niet of ze nou rijp zijn, lijkt me wel, anders worden ze niet geplukt. Het lijkt alsof ze nog niet goed zijn. Dit. Moet je ze niet gewoon kapot slaan met een hamer, zoals met die kokosnoot? Ja, we moeten het met een steen doen. Kom. Dat weet ik bijna zeker. Hier zit ook nog een schil in. We moeten rammen, net als de coconut. Zullen we dat doen? Oké. We gaan rammen. We gaan er allebei in proberen. Ga ik mijne filmen. Oeh, het is koud buiten. Deze steen, auw. Ik heb geen schoenen aan. Auw, stenen. Welk steen pak jij? Wow, je bent al. Weer die mega steen heb jij gepakt. En? Ja? Oh ja, dat is echt cool. Ja, ja. Ja, de smaak is ziek lekker, als het goed is. Ik vind het dus geweldig. Oh, het is zo lekker. Kijk. Oh, we vinden het allebei heel lekker. Ik kan me ook herinneren dat ik dit zo lekker vond bij mijn opa en oma.
Toen was het al. Een jonge amandel. En dit is allemaal schil. Bijzonder, hè? Heb je dat ooit gezien in je leven? Nee, dacht ik al. Zie ik lekker. Heel normaal. Ik vind die smaak van een rauw, ongebrand, jong nootje echt zalig. Het is wel heel weinig wat erin zit. Je denkt, €2 voor zo'n hele bak. Maar uiteindelijk heb je echt mini weinig nootjes. Maar wel heel lekker. Oké, ik ga verder met sla maken. Oké, dat was de salade. Ik heb nog lekker een klein borrelplankje. Er zijn nu vliegen hier. Want ik heb de deur open en ik ben eten aan het maken. Dit had ik laatst al een keer gekocht. Oh, dit is wel leuk. Dan hebben we lekker een borreltje, wat vlees van barbecue, salade, heerlijk. Zo, deze doosjes doen nog steeds. Water gedronken. Oh, ik beneden waren ze aan het onkruid plukken. Echt zo super, want mijn moeder had dat gevraagd. Ze zei, jullie mogen lekker naar het huisje, maar ze hebben mij zijn als jullie wat onkruid willen plukken. Dat is echt niet normaal. Dus ze waren echt ziek voor onkruid aan plukken, dus we hebben nog even met z'n allen gedaan. En nu gaan we lekker borrelen. Lekker schaapkaasje, geitenkaasje, chippies. Toosjes, roomkaas, geurkjes en dan ziet er echt niet boeiend uit, maar dit vind ik zo lekker op vakantie. Gewoon een simpele salad. En dan gaan we nog lekker barbecuen. Lekker van de barbecue! Wij gaan op avontuur. We gaan naar boven landen, want het is het perfecte weer daarvoor. Dat we hebben lekker overlevingssnackies bij ons. En nu gaan we ervandoor. Dora, klik op Dora, klik op Dora, Swieber niet stelen. Kom mee, jump in. Jij gaat met ons mee. Hij is Jaco en mijn bonusdochter is Boots. Kijk, ja, je krijgt allemaal van dit soort rare plekjes dat je denkt, wat is dit? We kunnen er allemaal gewoon in kijken. Hier woont al mensen. Ja. Aan de schuur. Dat kan. Maar we zijn nu pas 1 minuut onderweg, het is wel interessant. Kijk, ik heb de stermaster al lang niet gedaan, dat voel ik wel. Ha en ik zagen gisteren mensen die in de nacht hier naar boven gingen lopen om een soort van te backpacken met een, hoe heet zo'n hond? Husky. Dus misschien zijn die mensen, we willen ontdekken waar zij zijn gaan slapen. En dit zijn druiven, hè? Ja, daar is het huis. Dit is de weg die we nu moeten beklimmen. We nemen de kortste eindbestemming, Monte di Cartoy. 35 minuten. Dit is het minst mooie pad, maar het is wel cool. Oh, we moeten nu de rode stippen volgen. Oei. Het zijn toch frambozen? Ik zie het aan de kroontjes. Oh my god. Die moeten we echt plukken. Ze zijn echt prachtig. Wow. Er zijn hier wel 1000 dieren. Oh my god. Waarom plukt niemand dit? Hé. Hey. Oh, ze zijn wel een beetje vies. Nee. Wauw. Oh. Het is zo gaaf. Kijk, lekker. We zijn eigenlijk overleven in de natuur. We zijn hier al dagen, we hebben voedsel nodig. We zijn hier eigenlijk pas 10 minuten. Oei. I'm a survivor. Kijk, ze zijn een beetje jelly, maar ze zijn heel mooi rood. Oeh, beesten. Oké, ik ben Freek Vonk. We gaan deze supersonische paralico-framboos proberen. Deze groeien alleen in de bossen van Conti di Morloi. Oh nee, een slang! Is hij giftig? Dan ga ik dood. Dan mogen jullie bij het kerkje een kaarsje voor me branden. Dan mogen jullie. Over 200 meter of zo zijn we bij Courtois. Nou, we zijn volgens mij al bij Courtois, maar het is natuurlijk niet New York of zo. Het is meer het huis van onze gietje. Je kan hier het vlees kopen. Maar we denken dat het siesta is, want er is niemand. Een os. Fondue chinoise, ossiboegie, broedspritsen, hakvlees, geschnelzeltes voor essen, hoofdpletsli, scalopine. Van hun koeien. Die ik niet zie, maar wel hoor trouwens. Er staat 1 schaap, koe, schaap. Maar ik weet het, toen we gingen wandelen met Ruben, Melissa, Olivier en mijn ouders, toen kwamen we echt bij een restaurantje. Maar we zitten echt wel hoger. Hele andere view. Normaal kijken we er recht op. Ah, dieren. En nu kijken we er echt heel erg van bovenop. Zie je? Hele andere view. Maar we zitten wel echt boven ons huis. Volgens mij als je recht naar... Hé, daar loopt iemand. Die gaat zijn dier voeren. Waar is je nou?
Als je recht nu naar beneden loopt, ben je volgens mij 10 minuten thuis. Dat wel. Ja. We made it. We zijn nu bij Campo Cortoy. Een soort kinderiets. Hier is ons eerste water wat we moeten overleven. Hier is iets en hier is nog 1000 meter. Dat is heel ver. Toch? Dat is nog een kilometer. Zo. We zijn bij Campo di Cortoy. En ze zeiden van ja, hier is een playground. We zagen mensen die waren aan het schilderen. Het is zo apart. Hier is gewoon een boomhut. Nou, ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven echt een boomhut gezien. Hangmat, speeltuin, schommel. Zo vet. Kerk. Hier is een kerkje, daar is een tent. Dus we denken dat de mensen die steeds omhoog lopen 's avonds daar gaan slapen misschien. Oh my god, ik voel zo lekker. Gaat het goed? Bovenin is schommel. Dit is de lekkerste schommel. Ik wil dit thuis. Dit is uit mijn hele leven de beste schommel ooit. Oké, ik heb niet gevlogd, maar ik had een klein stukje gefilmd op mijn Instagram. Maar dit was zo'n geweldige ervaring. Dat vind ik, hier leef ik echt voor. Ik had toch die eieren gefilmd. Eieren zu verkaufen. Dus ik ging aankloppen. Nou, het lijkt wel een soort Hans en Grietje huis, weet je wel. Maar ja, iedereen is hier super lief. Dus er wordt niet gereageerd. Dus ik loop verder. Zie ik zo'n heel oud vrouwtje voor het raam. Ook echt net een sprookje. Die is aan het bellen. Even wachten, kwam ze naar buiten. Gingen we zo gebrekkig Duits met elkaar communiceren of we eieren mochten kopen. Maar we hadden alleen cash euro's mee. Toen zei ze van ja, het staat ongeveer gelijk aan de frank, dus is goed. Hebben we nu 10 eieren. Maar ik dacht dus dat ze zei, mijn man leaked in de garden. Dus ik dacht, ze heeft haar man begraven in de tuin. Maar hij zei dat ze bedoelde, mijn man is gewoon aan het werk in de tuin. Oh my god, het gaat super hard regenen. En zij loopt 1 keer per week, ze is super oud, deze route om haar boodschappen te gaan doen. En dan loopt ze dus ook langs ons huis. Ze zei al van, oh, van je Eltern. Ze wist welk huis ik bedoelde. Echt. Dat is zo cool. We zijn echt op avontuur. Waar kunnen we schuilen? Is het daar droog? Oké, jongens, het is een paar dagen later. Maar ik heb nu eindelijk tijd om mijn nagels te gaan doen. Ik heb wel een paar nagels zijn nu een paar dagen zonder doen. Dus die zijn gescheurd. Dus ik twijfel nu of ik ze allemaal kort ga doen of niet. Ik denk dat ik gewoon een aantal kort laat. Dat boeit maar niet heel erg veel. Ik ga ze nog een klein beetje bijveilen. En dan gaan we ze doen. Maar het was dus heel makkelijk om het eraf te halen. Wat ik heb laten zien, dat was het letterlijk. Dus daar ben ik super blij mee. En nu ga ik jullie weer even laten zien hoe ik dit dus doe. En dit is allemaal zoveel manicure. Ik ben er super blij mee. Dus let's go. Klonten. Ik heb gewoon de spullen die ik nodig heb meegenomen voor vakantie. Ik weet zelf niet eens wat er allemaal in zit. Dus laten we even gaan kijken. Kwast. Oh ja, dit zijn allemaal extra's. Dat is voor later. Ik heb gekozen om bananasplit, dus geel. En glitter, frozen, op mijn nagels te gaan doen. Dan hebben we nog een base powder. Activator. Primer. Base coat. Top coat. En alles zit in een hele mooie doos, maar je kan het ook heel makkelijk zo meenemen. Dit zijn nog vuiltjes, maar die heb ik helemaal niet nodig gehad. En nog glittersteentjes. En wat heb ik hier? Oh, dit was mijn tas met remover spullen, maar die heb ik ook nog deze nodig. De olie. En we hebben ook nog een boekpotje en een vel. Als eerst ga ik de bovenkant van mijn nagel nog een klein beetje veilen. Niet te veel. Je gaat ze even in de goede vorm veilen. Met deze. En dan zie ik jullie zo. Oké, licht opgescheurd, geveld. Gewoon heel licht. En mijn nagels breken dus super snel. Maar als ik doenails op heb, werden ze super lang. Want je kan zien, ik weet niet of je nog weet, vorige keer waren ze super kort. 1 keer doenails, zeg maar 1 kleur. En hij is zo lang. Alleen omdat ik dus een paar dagen niet heb gedaan, zijn ze natuurlijk weer gescheurd. Ze blijven natuurlijk gewoon wel dun. Maar oké, nu ga ik even met deze mijn nagel naar achter duwen. Je kan ze ook helemaal gaan knippen en zo, dat doe ik niet. Naar achter duwen. Hoppakee. Ik heb best wel last van nagelriemen, ook hier aan de zijkant en zo. Ik doe het in principe allemaal gewoon even lekker snel. En het resultaat is gewoon goed. Het blijft dus 3 weken zitten. Ik haal het er vaak wat eerder af, omdat ik toch gewoon zin heb in een nieuw kleurtje. En met die nieuwe verwijder set gaat het super makkelijk. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Kijk, zo duw je alles gewoon lekker een beetje naar achter. Met die andere kant kan ik nog een beetje zo wegschrapen. Ik ga ook nog een beetje zo met de borstel gaan proberen. Dat je oppervlakte zo clean mogelijk is om mee te gaan werken. Ook heerlijk om dit zelf te doen. Bij nagelsalon vind ik dat zo... Alright. Heerlijk ook buiten. Zo, dan heb ik dus een primer. Die heb ik sinds de vorige keer. En die vind ik heel chill, want
Ik weet niet, maar ik heb het idee dat het daardoor ook nog makkelijker eraf ging. Ik breng die gewoon aan over mijn hele nagel. Zo, die duim is echt super lang. Ja, heel veel mensen zouden het niet mooi vinden wat ik doe. Dat ik nu allemaal verschillende lengtes heb, maar mij boeit het niet. Kijk, nu is je nagel ook weer zo mooi clean. Even laten drogen. En ik ben zo benieuwd naar de kleurtjes die ik heb. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Of ik één blauw ga doen of zo. Ik weet nog niet. Maar we beginnen nog even met de base powder. Activator vind ik altijd het leukst. De base coat. De truc is een beetje om niet helemaal aan het eind te beginnen, maar een klein beetje hier. En hem dan langzaam naar achter te duwen. Zodat je perfect... Er staan heel veel filmpjes van Do Nails op YouTube. Waar ik heel veel aan heb gehad. Base coat. Meteen. Hup. Dippen. Heel satisfying. En eraf. Dit is een soort van wit, licht, glitterig laagje. Doe je bij al je nagels ook goed opletten dat je niet te erg op je huid komt ofzo. Ik heb echt zo'n puntig model. Dan is dat best wel lastig. En dan doe je zo. Dus weer een beetje midden naar achter duwen waar je nagelriemen perfect naar achter hebt geduwd. En keurig op je nagel dippen. En klaar. Zo ga ik even alles doen van deze hand. Nou, dat is 1 seconde later al klaar. En dan gaan we nu naar de kleurtjes. Maar ik weet dus niet wat ik wil gaan doen. Ik dacht, het is echt heel leuk als je bruin bent. Base coat. Oei. Het is niet gewoon heerlijk om hier naar te kijken. Lijkt me zo rustgevend. Ik vind het heel rustgevend. En we gaan het dippen. Wow. Deze nagel is echt lang. Oei. Lekker, hè? En ik vind het dus echt... Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk vond. Om dit zelf te doen. Dit is wel leuk. Kijk, hier zie je toch dat ik nu een soort van... Nou, ik weet niet of je het ziet, een beetje een dik ophopingje heb. Ja. Maakt dus geen bal uit. Want straks ga je het veilen en dan maak je het helemaal glad. Dus dat is zo chill. Het maakt niet... Als je maar de lak op de goede plek doet... En hoe je het eigenlijk dipt, is dus no worries. Nou, zo ga ik even door. En dan ga ik straks, als ik bij mijn pink ben, dit precies nog een keer doen op alle nagels. En dan komt de activator. Bijna vergeten om deze vrij te houden. En dan gaan we nu de activator doen. En dat zorgt er dus voor dat die lagen mooi hard worden en hechten. En dat is echt leuk. En dan is het zeker niet less is more, maar more is more. Een lange nagel is wel echt veel lekkerder om te lakken. Oh. Mijn god. Oh, dit is zo bijzonder. Ik moet straks wel even zorgen dat mijn kwast weer schoon is. Oh mijn god, dit is niet normaal. Ja. Oké. Wauw. Te gek. En dan gaat ook hier de activator overheen. Het is echt... Ziek mooi. Oké, derde. Dit is duidelijk geen normale dipping powder. Dit zijn gewoon echt glitters. Dus ik vind het best wel spannend. Maar ik ga nu gewoon... Nou, ik zie nog een heel klein stukje waar ik nog wat wil. Maar chill is dus dat voordat je de activator op doet, is het nog zacht. Ik vertel trouwens echt zoveel meer dan nodig voor de samenwerking. Maar ik vind het gewoon leuk om het goed te doen. Het is zeg maar nog zacht nu. Dus je kunt... Wauw, dit is echt heel mooi. Je kunt dus nog heel makkelijk corrigeren. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als we de activator erop doen. Wow, je ziet het echt magisch gewoon ook. Van dof wordt het ook helemaal shiny. Nog een beetje veilen waar je nog wat aan de vorm wil doen. Want hij is nu gewoon hard. Of... Als je ergens nog wat dikker hebt of zo. Aan het begin ging ik best wel veel eraf vijden, maar dat is echt totaal niet nodig. Oké, dit is het nu. Super cool. Niet normaal deze. Als je dus nog iets anders erbij wil doen, wat ik nu dus ga... Ik heb laatst steentjes gedaan, gewoon random. Steentjes. Kijk hoe mooi dit folie eruit ziet. Maar ik heb geen idee wat mooi is. Ik ben iedere keer weer zo blij als ik mijn eigen nagels heb gedaan. Dat je gewoon, weet je, je kan gewoon lekker klooien. En als je niks vindt, haal je het gewoon weer af. Super blij. Dan de allerlaatste stap.
ga je de nagelolie. En ze hebben nu een nieuwe met mango papaya. Deze. Je ziet, ik heb hem al best vaak gebruikt. Super chill. Dan doe je gewoon lekker, net als bij de nagelsalon, even. Pipetje zit al vol. Oeh, zie je? Lekker hier zo langs het randje. Voor die nagelriempjes. En dan ga je het zo heerlijk insmeren. En dan ben je klaar. Het ruikt zo lekker. En wat ik gewoon heel chill vind, ze zeggen steeds 2 minuten drogen. Maar je hebt nooit dat je aan het wachten bent. Je kan gewoon continu door. Je hebt super veel kleuren. Ze hebben nu trouwens een dikke mega sale. Mijn code krijg je volgens mij nog meer korting. Ze hebben echt tot 50% korting. En ook echt heel veel dingen zijn ook echt 50% korting op alles. Ik ben mega enthousiast. Zoals je ziet, ik gebruik het nu al maanden. Ik vind het fantastisch dat ik nu weer voor de tweede keer zelfs een samenwerking heb. En dat ik gewoon vet veel kleuren van ze heb gekregen trouwens. Ik heb heel veel kleuren gekregen. Ik heb er nu iets van 14 kleurtjes. Maar dit is fantastisch. Ik ga lekker mijn andere hand doen. En dan zie je die straks eten. Want dan gaan ze lekker eten. En dan na het eten ga ik verder. Maar zie je, zelfs als deze kort is en deze lang, het boeit allemaal niet. It's fabulous. En het blijft goed zitten. Dus ik ben zo blij. Oké, we hebben allemaal super veel honger. We gaan weer lekker spaghetti eten met pesto. Ha heeft aubergine in de oven gedaan met olie, met verse knoflook en tomaten. En die olie van Ha, die heb ik dan ook weer gebruikt voor mijn salata. Ik heb hier dus vleestomaten geprobeerd als soort carpaccio te snijden. Het is niet zo dun, maar wel lekker dun. Heel apart vleestomaten, want het heeft ook bijna geen binnenkant. Heel mooi droog. En dan lekker Italiaanse basilicum erop. Een beetje fijne parmezaanrasp. En dit is nog een restje van de sla van gisteren. Had ik nog mozzarella en zwarte olijfjes. En er zit zout op. En dus die olie en geen peper, want peper is op. Maar het ziet er zo ontzettend lekker uit. En dan hier lekker de pasta kopen. En dan hebben we dus al de pesto hier gekocht. En we hebben nog pesto uit Italië. Ik weet dat deze heel lekker is met echt olijfolie. En deze is zonnebloem. Ik denk dat ik lekker voor de... Even kijken. Ja, deze is met extra virgin olijfolie met echte basilicum. Heel lekker. We gaan voor deze. Uit Italy. En dit is ook allemaal uit Italië. En dit ook. Ik ga het best wel een beetje opleuken met wat gestampte walnoten. Nooit eerder gedaan. Basilicum en parmezaan. Dus ik ga wat walnootjes nog in deze zak doen. En het dan hakken. Ik denk dat het wel lekker wordt. En dan alles hier doorheen roeren met ook een beetje kookvocht. Oh, wat ziet er echt mega lekker uit nu. Mega lekker, oké. Okay, roeren. Dan gaan we zien of dit genoeg saus is voor deze mega pasta pan. Dat is echt heel lekker. Het is echt onwijs lekker. En dit smaakt heel anders dan een potje pesto uit de Nederlandse supermarkt. En natuurlijk ook door alles wat er doorheen zit. En mijn andere hand is ook klaar. Good morning, it's time to go to the beach, 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 beach. We gingen dus gewoon naar het strand. Moet je hier naar links? Nee, toch? Nee, kijk. Verzakken, ja, rij maar door. Maar die mag je niet in, denk ik. Gevaar. Betreden strengst verboden. Wow. Ja, we gingen dus weer naar hetzelfde strandje. Maar toen zei ik ineens tegen haar van, volgens mij zijn de watervallen ook best dichtbij. Dus toen besloten we naar de watervallen te gaan. Dat is zeg maar gewoon de berg helemaal naar beneden rijden. En dan een stukje recht, heel kort. En dan de andere berg op. Dus dat doen we nu. En toen zei ik van, ik hoop dat we ook bij de dam komen. Nou, kijk. Een James Bond film is hier als het goed is opgenomen. Maar we gaan hem nog wel zien hoor. Ik denk dat we wel dichterbij komen. En eergisteren zo zei ik van, kijk, aan de andere berg ligt ook een tunnel. En daar zijn we nu dus ook toevallig. Maar wat een plek, hè. Bizar. We gaan deze tunnel in. Die is denk ik niet zo groot als onze tunnel. En ook niet zo mooi, maar ook wel bijzonder. Oeh. Zo. Lijp, hè? Heel eng. Het is wel tof om daar even op te lopen. Dan moet je hier parkeren. Valle Verzasca. Verzasca. Oh, er is zeker geen plek. Of is er daar één plekje? Gaat weer. Ja, er is een plekje. Oh, er staat een scooter. 2 op 1 plek ook echt. Zou ik vragen op de tweede keer in mijn leven dat ik hier dus ben. Vorige keer was ik echt, volgens mij 15, maar toen hebben we het huis nog niet zo lang. Maar wel echt heel lang geleden. Groot, hè?
Ik wil dat zien, dat iemand dat gaat doen. Het is zo bizar als je naar beneden kijkt. Oh ja, het is wel iets spannender dan ik dacht. Wow. Daar springen ze er gewoon af, hè? Maar iemand gaat springen, zei ja. Dus ik wil echt heel snel erheen. Want dit wil ik heel graag zien. Van dichtbij. Vuilnis. Lekker. Oh. Nee, ik weet niet of iemand gaat springen. Oh my god. Laat me even weten, zou jij hier afspringen, ja of nee? Is er iemand die dit zou durven? Ik ben ook benieuwd, als je hier bijvoorbeeld springt en het gaat mis, heb je dan een verzekering? Omdat je dood bent, krijgt je familie dan geld? Ik denk het niet. Ja, dat het gewoon taking risk in life is. De view die wij elke dag zien, daar staan we nu. Ja, kijk. Golden Eye, James Bond. Ik moet even erop letten dat ik mijn bonusdochter niet in beeld heb. Dat is soms best lastig, maar kijk. Golden Eye, James Bond. Season, Easter, Oktober. A League of Their Own, Doom 3. Als je adrenaline kicks wil, moet je echt hierheen. Every Wednesday to Sunday from 12 p.m. We zijn echt precies op het goede moment, want iemand gaat springen. Ah! Mijn god. Wat eng zeg. Hij leeft nog. Ik ben echt benieuwd. Ik wil hem echt interviewen van how did it feel? How was the adrenaline? Kijk, daar bij die hekjes. Hier rijden we altijd overheen. Dan heb je de view. En dan is ons huis dus daar. Maar als ze dus deze brug... Er zouden gewoon auto's overheen kunnen rijden. En dan heb je dus verbinding tussen de bruggen. Maar ze gebruiken het als attractie. Dus je moet je helemaal naar beneden als je van berg naar berg wil. Op 29 juli kan je hier dus in een nacht van afspringen. Hoe eng is dat? Volgens mij is er ook niet heel veel licht hier. In memoriam, dus deze persoon is dood. En dit is heel vet. Oeh. Oh, jullie. Wow. Dat was heel leuk. En nu gaan we dus naar Lavertasso of Lavertasso. Ik onthoud het steeds niet. De bekende watervallen. Ik ben er één keer geweest, ik weet het alleen dat we toen 4 uur hadden gewandeld of zoiets met z'n allen en daaruit kwamen en niet zijn gaan zwemmen. Dus ik ben super nieuwsgierig hoe het ook weer was, maar volgens mij is het gewoon prachtig. En het is heel dicht bij de dam, nog geen 10 minuutjes. Allemaal van die stenen huizen zoals boven ons. In Marcosia zijn veel meer moderne huizen. Nu zijn we bij Vogorno d'Antro, het is niet Frans, maar steeds. Kijk, hier zie je dan wel weer een modern huis, maar net zag ik echt een lemmersteen. En het stuwmeer, ik weet niet hoe dit dus heet, maar het verlengde van Lago Maggiore, loopt veel langer door dan ik dacht. Maar dat zien wij natuurlijk niet, want ons huis is weer inmiddels helemaal daar. Hier loopt het ook helemaal door. En dit loopt misschien wel uit in die mond uit in die watervallen. En dat ik nu weet waarom er overal niemand is, iedereen zit hier. We zijn nog een stuk verder gereden. Dan de spot. Maar ja, er is natuurlijk één allermooiste plek met de brug. Maar we gaan even hier kijken, want hier hebben we wel een parkeerplekje. En overal zijn watervallen, maar het is hier echt heel mooi. Dit is echt heel magisch waar we zijn. Kijk. Oh my god. Dus het is niet toeristische plek. Maar hoe bijzonder. Het komt helemaal daar uit de bergen. En ik ben blij met mijn nails. Ja, had je je wandelstok maar bij je. Maar vaak zijn de niet-toeristische spots nog mooier, hè? Nog bijzonder daar. Het is gewoon altijd iets minder handig qua er komen. Wauw. Wauw, daar is wel een strandje. Bijzonder. Vet zeg. Oei. Heel koud, maar het is wel lekker hoor. Je bevriest gewoon bijna. Echt heerlijk. Ik heb ook een badpak bij me. Dat is lekker warm. Oeh, koud hè. Oh my god, het is zo koud. Al een half uur in het water weg geweest. Op een gegeven moment, eerst denk je het is koud, maar ik moet zeggen het viel nog mee. Het is niet dat het vriest. Dan voel je alles helemaal tintelen en op een gegeven moment ben je bijna gevoelloos en heb je het gevoel dat je het heet hebt. En als je dan te lang wacht, krijg je het echt koud. Dus dan moet je eruit. En nu voelt het zo lekker. Mijn lichaam is gewoon weer warm ook. Terwijl van binnen ben ik koud, maar mijn laag erboven is warm. Super vaag. En je voelt je gewoon 10 jaar jonger. Je voelt je schoon, fris, herboren. Ik hou echt van de kou. Misschien moeten we echt een keer zo'n ijsbad gewoon gaan proberen, want ik geloof heel erg hierin. Ook in die Wim Hof dingen en zo. Het is niet normaal deze plek.
Ik vind het eigenlijk lekkerder zwemmen dan in een warm meer. En mijn nagels glinsteren echt ziek mooi. Dit hadden we gekocht bij de Dam. We dachten dat het een biertje was voor haar. Maar het is een drankje. Ja, ik ken deze plant. Haar heeft hem wel bijna al opgedronken. Wat is dit nou? Normaal drink je dit als warme thee. Misschien weet jij het. Is het kamille? Nee toch? Kamille? Ja, kamille. Ja. Ah! Zieke beest op mijn knie. We hebben echt de beste watermeloen ooit uit Italië. Ik weet niet of jullie zien hoe rood die is. Maar het is gewoon bijna fluoriserend. Het lijkt wel, ja, zoals die tomaten ook. Hij is heel goed. En heel knappig en heel zoet. Het was echt heerlijk. En het was ook leuk als we dan weggaan. Ik word tegen iedereen gedacht zeggen omdat ik dan met heel veel mensen heb gepraat. Want ik ging een fotoshoot doen met een stelletje. Ging van hun foto's maken. En een man die durft niet in het water. Toen ging zijn spullen naar de overkant doen. Terwijl ik aan het zwemmen was. Toen zei hij nog, thank you for before. Maar wat is het nou echt veel meer een beleving dan waar wij waren? Even deze boerenplank gebruikt. Dit is een schapenkaasje, geitenkaas. Deze weet ik niet. Pinda's, agurk, roomkaas, uitjes, worst, wortel, meloen die we nog mee hadden vandaag. Dat is snackies, maar we gaan het beneden zetten, want hier is het een beetje krap. En dit is een knoflook, maar die stinkt binnen. Een roemikoep. Tomato salata, dit keer de kleuren lijken een beetje raar op mijn beeld. Maar met een beetje pesto, basilicum en parmezaan. Yummy. En olive oil. Het is echt heerlijk, lekker dun. Mijn bord is... Oké jongens, ik ga de weekvlog hier weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet weer te reageren als je normaal ook doet, duimpje hoog te doen. En dan zie ik jullie bij de volgende en dan hebben we nog steeds vakantie. Bye!